Wie is er voor de motie? Mag je als raadslid stemmen over een onderwerp waar je zelf bij betrokken bent? Dat is de vraag die deze week is gaan spelen nadat CDA-fractievoorzitter Piet Vreugdeheel in de raadsvergadering van vorige week dinsdag meestemde over de onderwerpen over basisscholen. Volgens LPF-raadslid John Witkamp moet dat niet kunnen. En niet stemmen is een geldwoord, hij moet zich onthouden van stemmen. En dat is conform artikel 28 gemeentewet. En dat zegt eigenlijk dat als je als raadslid een belang hebt of een schijn van belang in een bepaald onderwerp, dat je geacht wordt je te onthouden van stemmen. Vreugdeheel stemde over de mogelijke komst van islamitische basisschool Yunus Emre in Naaldwijk en krediet voor een nieuw schoolgebouw in Monster, dat behoort tot zijn scholenkoepel PCPOW. Maar volgens Vreugdeheel is dat geen probleem, omdat hij geen deel zou hebben genomen aan onderhandelingen over scholen of iets dergelijks. Politicoloog Peter Kastemiller denkt dat het te ver gaat om meteen van belangenverstrengeling uit te gaan. Waar het om gaat in het raadswerk is dat je daar transparant over bent. Dat je van tevoren duidelijk maakt welke belangen je hebt en hoe je dus in netwerken zit. En dat je afspraken maakt over hoe je ermee omgaat als het gevoelig wordt. In principe is Witkamp het met Kastemiller eens, maar hij maakt toch een uitzondering. Alleen zit er een verschil tussen of je een sturende functie hebt of een uitvoerende functie. Om als voorbeeld te geven, vroeger Ton Remmerswaal, gemeenteraadslid van gemeentebelang Westland, zat in een bestuurlijk sturende functie van de veiligheidsregio Haaglanden. Onthield zich netjes van stemmen. Zou er bijvoorbeeld een brandweer in de zaal gezeten hebben, dan zou dat geen enkel probleem hebben, omdat die geen invloed heeft op de begroting of een besluit over de begroting. Vreugdeheel wil niet verder ingaan op de klachten over zijn stemgedrag. Hij wacht liever de nieuwe stemming over de komst van de islamitische school af. Die wordt dinsdag gehouden. Vorige week waren er evenveel voor- als tegenstemmers, waardoor een beslissing over de komst van de school uitbleef. Ook de voorzitter van de raad, Sjaak van der Tak, wilde nog niet reageren. Wat de heer Vreugdeheel zich moet beseffen is dat ook voor hem de regels gelden. En dat hij daar niet boven kan staan, ook al denkt hij zelf dat dat wel zo is.